Hoi allemaal, ik zit nu in de auto samen met mijn fantastische man Jacob. Daar is Jacob. En wij zijn onderweg naar kringloopwinkel Noppes in Nieuwegein. En ik vind dat zelf een hele bijzondere kringloopwinkel, omdat ik van alle kringloopwinkels waar ik ooit ben geweest, ik de Noppes in Nieuwegein het meest vind lijken op een echte nieuwe winkel. En dat is omdat ze het heel erg hebben ingericht als een echte nieuwe winkel. En ook aan alle kledingstukken zitten van die gedrukte prijskaartjes. Dus het, is, ja, het ziet er gewoon echt nieuw uit. En dat vind ik heel erg gaaf, want je hoort wel eens als je het hebt over kringloopwinkels dat mensen zeggen van ah, dat is toch allemaal vieze oude rommel. En als ik naar kringloopwinkels ga, kan ik er nooit wat vinden tussen al die troep en zo. Nou ja, die bezwaren worden dus bij de Noppes echt weggenomen, is mijn ervaring. Dus mocht je zelf een beginnend kringloopwinkelaar zijn en denken van ik vind het ook wel eens leuk om een kringloopwinkel te kijken, maar ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Begin dan eens bij de Noppes. En ik ga jullie meenemen. Ik hoop dat ik wat beelden in de winkel kan maken en jullie een indruk kan geven van hoe die winkel eruit ziet. Ik heb ook een aantal kledingstukken gepast. Ik begon met dit zwarte jurkje, oorspronkelijk van H&M, en hier kostte hij 4 euro. Ik vond het een leuk modelletje, maar ik vond de kwaliteit niet super en ook de halslijn vond ik mij niet heel mooi staan, dus ik besloot hem maar niet te nemen. Vervolgens paste ik dit grijze jasje, oorspronkelijk van het merk Forecast. Ook deze kostte 4 euro. Ik vond het een leuk jasje, maar zoals je kan zien was hij voor mij veel te klein, dus ook deze nam ik niet mee. Dit jasje besloot ik wel te nemen. Ook dit was een jasje van H&M. Deze kostte 7,50 euro. Ik vond het een heel geschikt jasje voor naar mijn werk en ik was al lang op zoek naar een goed passend grijs jasje. Dit was een grappig bomberjekje van het label HF Woman of HT. Ik kon het eigenlijk niet zo heel goed lezen. Deze kostte, om precies te zijn, 3,50 euro. Ik vond het een grappig ding. Het is een soort bomberjekje, maar dan van kant. Geinig, maar ja, wanneer ga ik dat nou dragen, weet je. Ik vond het, ik werd er toch niet heel erg gelukkig van, dus deze nam ik niet mee. Ik wilde jullie nog wel ook deze jurk laten zien, die ik nu ga pakken. Ik ben het label vergeten. Ik dacht dat het iets van Oilily of Naf Naf was of zo. Maar dat ben ik vergeten op te schrijven. Ook de prijs weet ik niet meer. Maar ik vond hem zo mooi. Maar helaas paste ik er niet in. Oké, Jacob en ik zijn nu op de terugweg van ons bezoekje aan Kringloop Noppes in Nieuwegein. En ik moet heel eerlijk zeggen dat dat effect van echt een hele nieuwe winkel volgens het interieur, dat was iets minder dan ik me herinner. Volgens mij hebben ze het interieur een beetje aangepast. Dus echt die inrichting van het lijkt net een echte nieuwe winkel was wat minder dan ik me herinnerd had. Helaas, vind ik wel jammer. Maar toch was het een leuk kringlooptripje weer. Ik heb een heel leuk grijs jasje gekocht voor op mijn werk. En Koen, we even rechtdoor gaan toch? Ja. Ja, oké. En ik had ook nog wat andere dingen gepast, maar uiteindelijk alleen maar één jasje gekocht. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik vond hem wel een beetje aan de prijs, 7,50 voor een jasje van H&M. En dat brengt me ook op de prijzen van die winkel, want overal vond ik de prijzen echt heel goed en heel redelijk en echt leuke kringloopprijzen. Maar hier en daar waren er wel wat uitschieters naar boven die ik niet helemaal kon verklaren. En ik vond mijn jasje daar een voorbeeld van, maar toch weet je, ik had het er wel voor over en ik ben er heel blij mee. Dus dat was helemaal prima.
Dus ja, overal een goed kringlooptripje. En nog steeds vind ik het een aanrader, want de winkel is wel heel overzichtelijk ingericht. Weet je wel, de kledingstukken zijn op soort ingericht. Weet je wel, tops hangen bij tops, rokken hangen bij rokken. En dan vervolgens is het ook weer op kleur gesorteerd. Dus ja, ik vind het nog steeds een leuke winkel. De Nop is in Nieuwegein. Is dat de grootste kringloopwinkel van Nederland? Dus deze moeten we zeker bezoeken. Laten we gaan kijken. Nou, wat ik op het eerste oog gezien heb...